Oranje pompoenen. Lachende skeletten. Zombies die opstaan uit hun graf. Allemaal Amerikaanse clichés. Die morgen allemaal weer door de straten hangen, komend weekend. Maar waarom deze Amerikaanse feestdag vieren als we hierdoor in Nederland heel veel mooie, enge streekverhalen hebben? Neem nou bijvoorbeeld de verhalen over de bokkenrijders. Of over de witte wieven. Rick Vegel uit Sint-Oost-Limburg. Goeienacht. Oh, sorry, daar ben je. Rick, goeienacht. Hoi. In goedenacht. Jij staat bekend om de goede streekproducten, maar ook om de goede streekverhalen. Klopt, ik ben namelijk verhalenverteller. Dus ik heb voor jullie vandaag een wat enger verhaal voorbereid. En jij gaat dus een Limburg streekverhaal voordragen. Waarom specifiek dit verhaal? Toen ben je gevraagd om wat te verzinnen, als je weet je wat. Ik ga eens kijken voor een echt gruwelijk verhaal. We hebben natuurlijk de clown It met alle varianten. Maar eigenlijk hoef je helemaal de zee niet over voor dit soort gekke verhalen. We hebben geen Jack the Ripper, weliswaar. Maar we hebben wel een paar hele enge, duistere verhalen in ons verleden zitten. Oké. Rick, ben jij er klaar voor? Zeker. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Laat me jullie meenemen naar Venlo rond het jaar 1750. Rondom de stad was er een groep reizigers al een tijd aan het kamperen. Ze waren ook in de stad gezien. Op de markt hadden ze een ware aangeboden en ze waren huizen langs gegaan met allerlei andere diensten. Maar vooroordelen is niet alleen van de huidige tijd. Deze mensen werden zigeuners genoemd en het deed de ronde tot ze zich vooral bezighielden met criminele en zelfs satanistische praktijken. De inwoners van Venlo waren dan ook erg op hun hoede. Op een avond was een boerin terug aan het gaan naar haar hoeve. Ze had het ware verkocht en ging nu terug naar huis. Bij de thuiskomst bleek de deur open zijn van de hoeve. Maar een man was er op het land. Voorzichtig ging ze naar binnen toe. In de eerste kamer zag ze niks. Kamer voor kamer liep ze door haar woning heen. Tot ze op haar slaapkamer plots een jong, een kleine mens herkende. Nou, natuurlijk gekeken, het was een jong meisje die in haar klerenkast zat te rommelen. En met kleine sieraden in haar zak stopte. De boerin begon te schreeuwen. En na een korte worsteling met onder andere de man werd stadswachter erbij gehaald. Hij pakte het meisje beet en nam haar mee naar de stad. Voordat hij naar de cel gooide, keek hij nog één keer aan met wat het best omschreven kan worden als medelijden. Na een paar dagen in deze rottige cel werd ze naar de rechter gebracht. De rechter had gedacht dat een volwassen booswicht, zoals hij het noemde, aan de galg zou moeten hangen. Maar hij besloot deze jonge dame een kans te geven. Hij wilde een proef doen. Hij liet een appel en een goudstuk brengen. Wellicht kent ze de waarde nog niet, dacht hij. Wat de rechter aan te geniepen is dat kinderen al vroeg leren wat de waarde van goud was. Als het meisje goud thuis bracht, zou ze geen slaag krijgen. En dat je er appels van kon kopen, misschien wel meer dan die ene. Dus ook toen de rechter haar de keuze gaf, greep ze zonder aarzelen, zonder een seconde te denken, naar de munt. Het was even stil, tot de rechter sprak. Ze heeft haar eigen vonnis geveld, sprak de rechter. Ze weet wat waarde heeft en heeft de keuze gemaakt. Hiervoor zul je hangen aan de galg. De boerin, de stadswachter. Iedereen schrok, want dit was nooit eens opgekomen. Maar toch gebeurde het. De beul nam het meisje mee naar het galgenrad, net buiten de stad Venlo. De stellage werd opgebouwd, de kruk werd neergezet en de lus werd gehangen. Met een schop trapte hij de kruk onder de kleine meid uit. De lus trok zich strak en het meisje hing.
Maar normaal gesproken hoor je een luide krak op het moment dat de trap toch nooit getrapt wordt. Maar het meisje, haar nek brak niet. Ze bleef spartelen. Ze greep naar haar keel, klauwend in haar eigen vlees om de lus los te krijgen. Maar het mocht niet meer baten. Er kwamen nog gorgelende gekke geluiden uit haar mond. En ze sprak ook iets, maar het was niet te verstaan. En dit ging zo minutenlang door, tot het lijf verslapte. En het enige wat ik te horen was, waren druppels bloed die langzaam op de stellage vielen. Vanaf de vingers en de tenen van het arme meisje. Nu zou je op avond zoals deze, zeker als de regen niet valt, nog altijd de echo kunnen horen van diezelfde druppels op de oude markt in Venlo. En ook haar laatste woorden kun je horen als je heel stil bent. Moeder, moeder, moeder. En dat is slechts één van de volksverhalen uit Limburg, onder andere Venlo.